Hey, hallo, tof dat je op de link hebt geklikt. Mijn naam is Mireille Steegmans en ik ben oprichter van Kleine Wereldreiziger. Op Kleine Wereldreiziger willen we eigenlijk andere ouders inspireren om te reizen met hun kinderen. En dat doen we door middel van blogs, door het maken van dit soort video's, door het samenstellen van reisprogramma's en het geven van tips puur uit eigen ervaring. De afgelopen jaren hebben we honderden vragen binnengekregen en omdat het er steeds meer worden, hebben wij ervoor gekozen om de vragen meer te gaan clusteren. Om jullie de mogelijkheid te bieden om vragen te gaan stellen in onze community. En om door middel van dit soort video's regelmatig antwoord te gaan geven op veelgestelde vragen. In deze video wil ik het met je hebben over een toestemmingsverklaring. Want wat is nou eigenlijk die toestemmingsverklaring? Een belangrijk middel in het tegengaan van kindersmokkel is de toestemmingsverklaring voor alleen reizen met je kind of met je kinderen. En dat is een verklaring die voor heel veel mensen die bijvoorbeeld gescheiden zijn wel bekend is. Want je moet toestemming aan je ex-partner vragen om je kind mee naar het buitenland te mogen nemen. Maar heel veel mensen die niet gescheiden zijn, hebben geen idee dat zij ook, als zij hun kind een weekendje meenemen naar het buitenland, een toestemmingsverklaring van hun partner mee moeten nemen. Wist jij, ongeacht of je gescheiden bent of niet, dat je een toestemmingsverklaring nodig hebt op het moment dat je alleen reist met je kind of met je kinderen naar het buitenland? Ik eerlijk gezegd niet. De toestemmingsverklaring is dus een verklaring waarin de ouders die niet meereist toestemming geeft aan de andere ouder om zijn of haar kind mee naar het buitenland te laten gaan. Niet meer en niet minder eigenlijk, maar toch wel erg belangrijk. Zelf ging ik naar Spanje en naar Libanon met onze zoon voordat ik überhaupt wist dat er een toestemmingsverklaring bestond of dat ik die moest meenemen als ouder. Dus ik had die ook niet bij me. Noem het stom of niet, maar ik wist gewoon niet van het bestaan af. Maar ik vind wel, nu ik weet dat het bestaat, dat ik jullie daarop kan wijzen en dat ik andere ouders daar ook van op de hoogte moet stellen. Dus bij deze. Wil jij nou alles weten over die toestemmingsverklaring? Ga dan naar de link die we hieronder de video hebben staan. Daarin hebben we alle informatie voor je verzameld en op een rijtje gezet, zodat je stapsgewijs heel makkelijk kunt zien van hey, wat moet ik nou precies doen om die toestemmingsverklaring in orde te krijgen op het moment dat ik alleen met mijn kind naar het buitenland reis.